Na ruim een jaar lobbyen en gesprekken met de politiek is er nog steeds geen passend antwoord van het kabinet op de zorgelijke situatie in de glastuinbouw als gevolg van hoge energieprijzen. Dat is frustrerend en ook niet acceptabel. Een vitale en belangrijke sector komt in grote financiële problemen. Dat heeft niet alleen consequenties voor de productie en beschikbaarheid van gezonde groenten en fruit en van kleurrijke bloemen en planten, maar ook voor de energietransitie. In de Nederlandse kassen wordt immers ook stroom en warmte geoogst. En daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van ons land. Dat mag niet verloren gaan. Teken daarom de petitie van de glastuinbouw. Sterker nog, ik daag u uit om minimaal 5 personen in uw omgeving ook de petitie te laten tekenen. Hoe meer handtekeningen, hoe krachtiger onze boodschap richting de politiek. Ik reken op u.